Mijn hobby is hele grote wielen. Het is met mijn lievelingsdier, de paarden. Opa gaat altijd met me mee. Ik ben Lucas en mijn hobby is paardrijden met een coach. Opa heeft wel 6 koetsen. Dit is de koetsenschier. Hier staan allemaal koetsen. Hier in deze koets trouwen mensen. En dit is Floortjes koets. Floortje is mijn paard. Dit is een hele grote koets met maar 2 wielen. Dit is de sneeuwkoets. Dit zijn de ijzeren dingen dat je op de sneeuw kan rijden. Dit zijn de bellen. Als we met de arreslee gaan en als we door de sneeuw gaan. Dit is een lantaarn. Dit is een nepgroot paard. Het zijn schommelpaarden. Oh, en dan ga ik even rijden. Dit is een veulingsje. Jip, 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 dat is top. Maar deze is echt meer voor mij. Ik ben ook een grootert. Wow. Welke koets gaan we vandaag nemen, opa? Nou, dan mag jij uitzoeken. Welke zullen we nemen? Welk paard moet ervoor? Ja, een grote koets. Nou. Deze. Ja, zullen we die nemen? Ja. Ja, jij gaat sturen. Oh, ja, ik stuur. Het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat goed. Vooruit. Hier is het heel vies. De binnenkant is... Hier moeten we gaan beginnen. Schoon. Nou, dan mag jij even een zweep pakken. Een mooie, een mooie. Die, ja. Dat is een goeie. En weet je waar die moet staan op de koets? In dit kleine vakje. In dat vakje. Ja. Ik ben vandaag verkleed als cowboy. Heel lang geleden reden ze in koetsen. En vaak hadden ze ook hele mooie kleren aan. Goed. Lucas, je hebt de hoeven vet en dan mag je de nageltjes lakken. Opa heeft kleren van vroeger aan. Ik vind de hoed heel mooi. Ja, goed zo. Waarom moet ik de hoeven invetten? Nou, dat is goed voor de hoeven en staat een beetje mooi, hè. Als mama uitgaat, gaat ze ook nagels lakken. Nou zijn ze allemaal mooi zwart. Nou, gaan we tuig erop leggen. Elkje is heel groot paard. Met Aukje. Ik vind het heel bijzonder om in een koets te rijden. Dat zie je niet zo vaak. Cowboys zijn heel stoer. Kom eraan! Ze hebben ook een pistool. Hallo, je bent de boef. Ik ga Boef vervangen. Heeft papa's computer gestolen. En die gaan wij terughalen. Ja, dan ga ik ze laten schrikken, schiet ik. Ik ga gewoon het huis schieten, want die is van de boeven. Oh, 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 oh.